Ja, hier is weer massa positief over nieuws brengen vandaag. Ja, dit keer heb ik het niet over Patricia Pai. Ook niet over Gerard Joling. Ik heb het ook niet over Gordon. En ik heb het helemaal niet over Patty Bradt. Waar ik het wel over heb, is wel heel pikant. Het gaat namelijk over sextapes. Niet iemand uit Nederland. Dus zou je zeggen van nou, het balletje is heel gauw verder doorgerold richting de personen waar ik het net over had. Maar nee, die keer is het een stukje verder. En moeten we het komen uiteindelijk bij Misha Barton. Barton. Ja. Misha Barton. Ja, de sextapes, die zijn uitgelekt. Nou, dat is wel hot nieuws, vind ik. En dit keer nogmaals, Patrice Paas, sorry, neem me niet kwalijk. Dit keer gaat het niet over jou. En Patty Bradt, ja, neem me niet kwalijk. Helaas heb ik ook niks te melden over jou. En ook helemaal niet over Gerard Joling of over meneer Gordon. Maar deze dame in Hollywood, ja, heel Hollywood heeft het erover, over de sextapes. Maar je hoort er namelijk ook niet bij in Hollywood als je geen sextape hebt gemaakt. Nou, dat is dus bij Misha Barton wel gebeurd. De actrice zit er nu heel erg met haar, met die video, de sextapes, seksvideo mee in haar maag. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, want is namelijk die tapes zijn uitgelekt. En zijn aangeboden voor een bedrag van $500 miljoen. Nou, dat te denken dat Patricia Paar 3 tot 6 ton eist van degene die de sextape heeft gelekt en heeft gepubliceerd. We praten hier over heel andere bedragen, bedragen waar je alleen maar van kan dromen. $500 miljoen wordt geëist. Op de video zou te zien zijn dat Misha seks heeft met een donkerharige man. De sextape zou zijn aangeboden aan online pornobedrijven. Enkele pornogiganten zouden het bod in overweging hebben genomen, weet Daily Mail. Nou, ik vind het wel heel opmerkelijk nieuws. Kevin Blatt, de sextapes bemiddelaar van Hollywood wordt hij ook wel genoemd, zegt dat hij benaderd is door een derde partij met de video. De video gaat rond in pornoland voor een vraagprijs van maar liefst $500.000. Ik weet dat er 3 grote pornosites zijn, yourporn.com, even opzoeken, porn.com en redtape.com. Het gezien hebben en het heel serieus in overweging te gaan nemen. Volgens hem gaat het inderdaad om Misha. Ik heb stills van de tapes gezien en het lijkt mij duidelijk om haar te gaan. Ze is te zien terwijl ze seks heeft met een gast in meerdere posities. Plus seks. Om welke man het gaat is volgens insiders niet bekend. Barton hij zelf heeft nog niet gereageerd op de ontstaande commotie. Bronnen rond de actrice zijn bang dat de beelden inderdaad online zullen komen, gezien de emotionele staat waarin ze op dit moment, al het laatste jaar eigenlijk al in verkeert, zou een uitgelekte sextape een drama voor haar zijn. Nou, daar kan me wel heel iets, ja, ik kan me heel veel wat voorstellen eigenlijk, heel veel zelfs. Dit is wel het laatste wat ik kan gebruiken, al dus de actrice. Haar naam is al meerdere keren door de slijk gehaald. En een seksschandaal kan ze er echt niet bij hebben. Nou, wie wil, zou ik zeggen. Zelf Patricia Paar niet. De OC-actrice had de laatste jaren te kampen met enkele, ja, burn-outs. Zo hing ze begin 2017 half aangekleed in haar achtertuin over het hek. Ze zou hebben geroepen dat haar moeder een heks was en dat de wereld in elkaar stortte. Later verklaarde ze zelf dat ze gedrogeerd was. Dus veel aan de hand omtrent de actrice Misha Barton in Hollywood. Iedereen heeft het over haar, over de sextapes die gepubliceerd zijn, die gelekt zijn. En er wordt, de video is dus aangeboden voor een minimaal bedrag van €500 miljoen. Ja, het wordt vast vervolgd. Ik ga je natuurlijk op de hoogte houden van wat er allemaal speelt op dit moment en vooral niet speelt. En er is het laatste woord nog niet over gezegd. Dus ik ga dat natuurlijk met jullie delen en hou het in de gaten. Sextapes, Misha, Barton,
gaat rond in Hollywood. En het is ja, heel ironisch. Het is wel een film, want zij is actrice. Ze speelt ook in een film. Maar dit keer gaat het om een seksfilm en sekstapes. En niet over een gewone film die je normaal in de bioscoop zou kunnen zien. Of willen zien. Maar zo positief al. Nieuwsbrenger. Tot de volgende keer.